Hey Max, ja. Heb je die tekst zelf geschreven? Ja, hoezo? Dat is best nice, man. Goed gedaan. Oké, dankjewel. Ja, kom op, ik vind het echt niet eerlijk. Nu doet Max alsof hij alles heeft verzonnen. En Safa heeft het idee bedacht en ik heb alle teksten van Julia geschreven. Max kan echt goed schrijven. Zoals hij die teksten voor mij heeft geschreven. Nou ja, voor Julia dan, maar ik ben Julia en dat weet Max ook. Als jij nou hier komt staan, dan doen we gewoon die balkonscène. Liefdescène dat jij liefde verklaart aan Julia. Goed? Oké. Zo jongens, wil het allemaal een beetje lukken? Ik loop overal altijd even binnen om te kijken of ik iets voor ze kan doen. Maar eigenlijk gaat het best vanzelf allemaal. En het is zo leuk om te zien hoe de groepen gefocust zijn en, met hun opdrachten. En dit jaar hebben we Anne Frank, we hebben Don Quixote en Romeo en Julia. En het is echt heel leuk om te zien. Er staat hier dat ik moet zeggen tegen Anouk dat ik van haar hou. Maar dat vind ik stom, dat zegt mijn karakter helemaal niet. Dat zegt mijn karakter niet, alsof hij een echt acteur is. Jawel, dat zegt hij wel. Hier, staat het toch gewoon? Nee, ik weet niet hoor, maar ik vind het wel gewoon een goede tekst. Waarom laat je dit gewoon zien? Met een lange zoom bijvoorbeeld. Doen ze in films ook altijd? Zoiets bijvoorbeeld? Nou, lekker bezig. Ziet er goed uit, net echt. Echt vies. Ik heb gewoon nu met Kian gezoend en ik kon er nog niet eens wat van zeggen, want Leidekker was erbij. Ik ga weer even verder kijken, jongens. Succes. Doeg. Bravo, jongens. Heel goed gespeeld. Echt waar. Ik heb het ook gehad.